Hoi collega, ik ben Anne-Floor Brouwer en vandaag ga ik jullie vertellen over mijn experiment van vorig jaar voor het Practoraat Mediawijsheid. Toen ik vorig jaar gevraagd werd om een teamsomgeving vorm te geven voor mijn team, voor mijn onderwijsteam, wilde ik niet opnieuw het wiel uitvinden, maar wilde ik graag meekijken bij alle mbo-opleidingen op het Media College Amsterdam. En dit heb ik gedaan. Verrassend daarvan was dat er eigenlijk vrijwel iedereen een andere invulling gaf aan teams, maar dit was altijd gebaseerd op hoe zij werkten. En bij de teams waar het echt effectief gebruikt werd, sloot het ook heel goed aan op de overlegstructuur en de werkwijze van de collega's onderling. Aan de hand daarvan heb ik 4 formatteams ontwikkeld. Als je dus op een Media College Amsterdam werkt, kun je deze teams als schabloon overnemen als je dat graag wil. En werk je nou niet op Media College Amsterdam, kun je dit filmpje kijken om te kijken hoe je het na kunt maken. Ik heb al 2 eerdere filmpjes gemaakt. Daarin vertel ik over een formatteam per overleggroep. En een formatteam wanneer je onderwijsvernieuwing moet doorvoeren. En vandaag gaan we kijken naar een formatteam per leerjaar. In beide filmpjes geef ik net wat andere tips. Ook om dingen in te zetten zoals een planner of een poly of iets dergelijks, je staaf notebook. Dus kijk vooral ook naar die 2 filmpjes, als je nog wat meer tips wil. Oké, formatteam per leerjaar. Zoals je ziet is er een kanaal algemeen en dan vervolgens kanalen per leerjaar. Nu zijn er met name hele grote teams die verschillende docenten voor verschillende leerjaren hebben voor dezelfde vakken. Of misschien wel vakken aanbieden in het ene leerjaar en niet aan het ander. En dan is het fijn voor die collega's als ze niet alle ruis horen mee te krijgen ten alle tijden over alle leerjaren, omdat ze die nog niet hebben. Zo kan het bijvoorbeeld zijn als je puur stagedocent bent en die stages zijn er pas vanaf het 2e, 3e, 4e jaar, dat je niet zoveel meekrijgt van het 1e jaar. Nou, daarom hebben zij gekozen om kanalen in te richten per leerjaar. Wat er dan wel in het kanaal algemeen staat, zijn de dingen die echt relevant zijn voor het hele team. Zoals de berichten natuurlijk, vaak vanuit de manager of een oproep naar iedereen. Maar ook bijvoorbeeld de informatieavond nieuwe studenten, omdat daar vaak alle collega's helpen. Open dagen, scholing voor het team. Als dat dus niet voor het hele team gebeurt, kun je dat dus ook mooi onderbrengen binnen die leerjaren. Een archief, dat moet je altijd in elk kanaal hebben staan. En een borgingsgids. Nou, dit is een voorbeeld van een borgingsgids die ik dus voor mijn opleiding heb geschreven, waar ik werk. Die heet Backstage, dus dingen zijn verwoord met BS. Dat is dus niet omdat ik een hekel heb aan mijn opleiding. Dat is gewoon de afkorting ervan. En dit is een document waarin ik opgeschreven heb hoe iets werkt, hoe je dingen uploadt, hoe je namen wijzigt, hoe je een link alleen stuurt in plaats van weer opnieuw het bestand te uploaden en dergelijke. Zo voorkom je dubbelingen. Maar er zijn ook de afspraken die we in samenspraak hebben gemaakt over hoe we bestanden gaan noemen. Zo kun je dingen makkelijk terugvinden via de zoekmachine. Op die manier krijg je geen dubbelingen. Zijn materialen makkelijk te vinden, ook als je de mappenstructuur niet zo goed kent. Ik beveel wel iedereen aan om binnen dezelfde kanalen eenzelfde mappenstructuur te houden. Dat stel je werkt binnen meerdere leerjaren, dat het niet telkens weer opnieuw ontdekken is hoe het nu weer hoort te staan. Er is een staaf notebook uiteraard. In het eerste filmpje over een format per overleggroep heb ik een voorbeeld gegeven van hoe je die in kunt richten. En ook heb ik meerdere filmpjes gemaakt over hoe staaf notebook werkt en OneNote in het algemeen. Die kun je allemaal vinden op mbomediawijs.nl of op het YouTube kanaal van MBO Mediawijs. Vervolgens kun je dan een planner gebruiken voor bijvoorbeeld vergaderingen. In andere filmpjes heb ik andere voorbeelden gegeven van hoe je een planner kunt gebruiken, maar dit is er ook één. Als je dus de teamvergaderingen hebt, kun je je natuurlijk in een OneNote houden. Dat kan. Maar je kunt het ook hierin houden. Dat betekent dat alle input onder input geplaatst wordt. Misschien als het al behandeld is. Is het al behandeld? Wat er dan daadwerkelijk meegenomen wordt in de vergadering en besproken wordt, daar naartoe verplaatst. Of misschien is het een onderwerp waar we gewoon helemaal niet dit schooljaar aan toe gaan komen. Dan wordt het even helemaal geparkeerd. Of je kunt wat langer in input laten staan. Vervolgens kun je erbij notulen tikken.
En direct een actie koppelen aan iemand. Bijvoorbeeld, we hebben afgesproken dat iemand het moet uitwerken, dus dan zetten we mij erbij. Je kunt nog labelen als je dat wil. Deze kun je ook andere namen geven, zoals uitzoeken. Weet je, alle acties die paars zijn gelabeld, is puur uitzoekwerk. Je kunt er progressie aan hangen en dergelijke. En dan kun je die bij actie zetten. Zo kan iedereen zien wat zij nog moeten doen. Het is ook handig als er een optie is. iCoach overleg terugkoppeling, wie gaat dat doen? Nou, wie heeft er eigenlijk nog wat ruimte om dingen te doen? Dan kun je naar diagrammen gaan. En dan kun je kijken hoeveel taken al aan iemand toegewezen zijn of niet. Hoeveel een hoge prioriteit hebben, hoeveel niet. En je kunt het in een kalendervorm bijvoorbeeld ook zien. Of als een gewoon to-do list. Alles afvinken. Maar ik zou wel het bord aanbevelen voor deze. Dat is wat er bijvoorbeeld allemaal in algemeen zou kunnen staan. Je ziet ook dat er een poll is gekoppeld aan dit team. Ik denk dat je heel makkelijk polls kunt plaatsen. Die heb ik ook in een eerder filmpje al uitgelegd over de formats. Dus kijk daar even naar. Dan, per leerjaar is het handig als je dus bestanden hebt. Hier plaats je het onderwijs. Dus de algemene vakken, praktijkonderwijs. Maar ook dingen die specifiek zijn aan dat leerjaar. Dus bepaalde excursies. De introductieweek, dat is vaak alleen in het eerste jaar. Misschien beginnen ze met een snuffelstage, studieloopbaanbegeleiding, een gezamenlijk Excel om dingen over de ouderavond bij te houden. Notities, zodat als er een overleg is binnen leerjaar 1, dat daar notulen van bijgehouden kunnen worden. Je kunt dat ook doen op de manier met de planner die ik eerder heb laten zien, maar het zou ook met notities kunnen. Sky's the limit. Je kunt ook per leerjaar weer een planner of een actielijst daaraan verbinden. Zoals je ziet, hier staan andere punten en deze is anders ingedeeld. Taken, voorbereiding, geparkeerd, nog opgepakt. Dit is heel handig, want je kunt ook de aparte planner app downloaden. Zorg dan dat je de naamgeving goed benut. Want in de planner app zie je al jouw planners naast elkaar. En als elke planner actielijst of planner heet, dan heb je geen overzicht meer. Ook fijn is Microsoft Forms versturen vanuit Teams. Op deze manier kan iedereen die in dit kanaal kan meekijken. Dit deel je dan, zoals hier lekker hyper wordt aangegeven. En dan kan iedereen ook met de antwoorden meekijken. Zoals er dan vragen zijn als hoeveel oudersverzorgers komen er voor jou? Op welk van de twee ouderavond komen jouw ouders? En mijn ouders of verzorgers willen spreken met? Dan kunnen alle docenten daar meekijken en weet iedereen waar ze aan toe zijn. Dat scheelt. Hetzelfde geldt voor leerjaar 2. Kun je ook een actielijst doen, ook bestanden, dingen die specifiek zijn voor dit leerjaar of niet. Een archief is altijd heel belangrijk. Misschien is daar ook een ouderavond. Zo kun je elk leerjaar invullen zoals jij wil. Toestemming voor een buitenland excursie kun je Microsoft Forms voor gebruiken. En leerjaar 4 is er misschien wel een examenplanning van belang. Dus er zitten pollies aan, dat is deze, om polls af te nemen, en examenplanning. Je kunt er nog onderlinge kennisuitwisseling aan koppelen als je wil, websites die interessant zijn voor jullie. Als er een digitale module is, magister kun je eraan koppelen. Alle zaken die voor jullie onderling handig zijn om binnen jullie team te werken. En als het team dus een beetje opgesplitst is in leerjaren, is dit een handige manier om je teams in te richten. Gebruik dit filmpje dus voor inspiratie. Kijk ook nog even naar de andere filmpjes over verschillende formats. En succes!